Nou, het meeste trots ben ik eigenlijk wel op deze fantastische hal. De centrale plek in de school. Ja, waar we leerlingen ontvangen. Waar we ouders ontvangen. Het is een prachtige lichtinval. Die mooie houten opgang eigenlijk. Ja, die je hier ziet. Heel warm. En ja, dit vind ik een prachtige hal. Het Hengeloze Gildencollege, de Spindel en de Arcade komen vanaf maandag samen in dit gloednieuwe gebouw om samen het VMBO-onderwijs in Hengelo vorm te gaan geven. Een spannende opdracht. Docenten vinden elkaar eigenlijk altijd op onderwijs. Ja, het zijn VMBO-docenten, ze zijn gepassioneerd, zijn betrokken bij hun leerlingen en daar vinden ze elkaar in. Vervolgens hoe je het gaat doen, dus je didactiek, daar zitten natuurlijk verschillen in. Zo zijn er door de organisatie voor verschillende methodes gekozen, om maar eens even te noemen. Dus je hebt hier te maken met drie verschillende culturen. Van de Spindel, van de Arcade en van het Gildencollege. En die moet je bij elkaar brengen. Daar zijn we al 2 jaar mee bezig, maar dat heeft nog wel zijn tijd nodig. Ondertussen zoeken de docenten tussen de dozen hun spullen. Ik ben nakijkboekjes aan het zoeken, want die zijn in de vuistdoos gestopt voor de vakantie. En ik dacht ineens, ik moet ze wel hebben volgende week. Ja, kun je ze al vinden? Of? Nee, het is een beetje een rommeltje. Ja. Het gebouw is klaar, op zich werkt alles. Maar er zijn natuurlijk altijd nog een paar zaken die je ook niet altijd in de hand hebt. Dat heeft te maken bijvoorbeeld omdat er 360 laptops moeten komen. Die moeten allemaal in laptopkarren. En ja, dan blijkt het dat ze pas deze week binnenkomen. En dan moeten ze allemaal nog uitgepakt worden. Er moet nog een image op en dergelijke. In een nieuw gebouw is het voor leerlingen straks ook even zoeken. Maar daar is een eenvoudige oplossing voor. Ze krijgen allemaal een plattegrondje van de verdiepingen. En dan denk ik dat voor de alle nieuwkomers dat ze na 14 dagen weten waar ze moeten zijn. Ja, en daarna, zoals we nu bezig zijn, denk ik, ik heb er wel zin in. Ja, dat we gaan beginnen. En ik ben heel erg nieuwsgierig, op zijn Twents eigenlijk om maar even te zeggen, kijken wat wordt. Ja.